uit de Belgische Lokeren. Maar was dat jouw eerste marathon, Peter, of niet? Dat was mijn vijfde kustmarathon. Je vijfde kustmarathon. En de tijd? Weer verbeterd? Weer verbeterd. Ieder jaar ietsje sneller. 309, wanneer gaan we onder die 3 uur? Dan moet ik nog even, ik denk volgend jaar. Misschien. Okay. Moet het zeker weten. Volgend jaar? Afgesproken. Prima. Peter Limbergen volgend jaar onder de 3 uur, zegt hij. Terwijl we binnenkregen Arco van den Bergen uit Goes. Het was knap allemaal. Als je de marathon gelopen hebt, dan moet je eerst een paar dagen wachten of je de beslissing neemt ooit nog wel een keer of niet. Dus ik denk dat Peter hier op een hele aangename ervaring terugkijkt. Omdat Niels binnen is en ook Jan Davidsen binnen is. En Marcel van der Katruid, Vlissing nu binnenkomt. Bart is groot genoeg, dus ach, what the fuck. Ik weet niet eens wat ik moet kijken, het is te veel voor mij. Doe ik hier die barsters roepen. Ik zeg natuurlijk, zo wordt het nog gezellig in mijn. Denk maar, stop er helpen, hou wat voor mezelf van me. Het was te mooi om wat te zijn, ik blijf gewoon in mijn stem. En zeg ook aan, wat was met die vast. Oh, sorry. Marguerite Kappala uit Veenendaal, of Veenendaal is hier vandaag erg goed vertegenwoordigd, vind ik. Ja, en dan wat problemen zit je laatste meters, de man met start nummer 631. Dat... Kees de Leeuw, die gaan natuurlijk eventjes opzoeken. De man Kees, de man met 631. De man Kees. Dat was een kleine oppassen. De voetkrap. De plaat gedraaid voor Kees. Ja, die waren toch hier. Christel Maas uit Rotterdam. Bijna 5 uur onderweg en dat kan zijn tol natuurlijk gaan eisen. Schrappen! Ja. Dat betekent dat we nog een uur en een kwartier hebben. Theo, ik weet niet of we contact hebben met de achteroprijwagen of de landwezenmaker. Dan weten we ongeveer waar de laatste zich bevindt. Ik heb wel contact met kilometer 36 straks, dus dan kunnen we even luisteren. Ja, Henk van Gastel uit Heerlen is ondertussen ook binnen. Ja, Pieter Verhagen, jongens, daar heb ik ook respect voor, want je loopt toch niet meer in de categorie mannen 20. Want dat is toch mannen 65. Pietertje, keurig jongen, de man uit Westkapelle. Ook 10 edities achter zijn naam, hè? Hij behoort ook tot de uitlopers, ja. Kommertje, wat is dat kommertje, jongen? De man uit Schouwen. John Kommer komt nu de heuvel opgelopen. Henk Jonker die stak zit om een keer uit, de man uit Badenveld. Die denkt, oeh, ik ben er. Ja, Kees, nee. Ben van der Linden uit Vlissingen. En die handen de lucht in en terecht de lucht in natuurlijk bij Kees Blankenburg uit Middelburg. Knappe Keesie, goed gedaan. Oh, oké, okay, jongens. En ook Remco is binnen. En ook Willem komt binnen. En ook Edwin zien we. En ook Daniel. Eline Vermeulen uit Rotterdam. Die denkt die stadsmarathon bij mij in de stad, dat is maar recht door de plat. Ik ga eens naar Zeeland. Het mooie Zeeland, met altijd zon. Dat hebben we vandaag weer gezien. Ja, met 14,90 begroeten we hier niemand minder dan. Oostkapelle boven, de man met 900.
Sietje Jansen, Tone. Dat was René Vostelaar uit Rotterdam. Goed gedaan, jongen. Prima. En dat valt ook voor kijk, de Niels. Natuurlijk Bas, Elina en Johnny. En ook Art meldt zich. Matthias Bakkers uit Duitsland. De stichting weer, Jede Keur, voor dat goede doel natuurlijk. Met voor de heer. En hier, ja, wie mogen we hier begroeten met 1472? Is het niemand minder? We kijken even, Teun Lamers uit Utrecht. En ik heb hier nog een schoonvader die op zoek is naar zijn schoonzoon. Ik wil graag eventjes vragen aan Michael Beurdeman. Michael Beurdeman uit Krimpen aan de IJssel. Of dat ik, zijn schoonvader, hem kan zien aan, bij de ingang van de kerk. Een mooie ontmoetingsplek, want wij dachten dat we met een bus terug gingen naar Burg. Maar die was alleen heen en niet terug. Nou, twee opties. Of je pakt de auto of je gaat te voet. Maar Michel, ik denk dat we elkaar beter even herinnerd. Een mooie plaats is er niet, want bij de ingang van de kerk, Michel Beurdeman. Schoonvallen, Dick Dekker. Succes en goede terugreis naar Haamzee. Lila Kadri, ook zij is binnen. Middelburg. Mark Kakers. Schoonpark. Met Simon. Het debuut op de marathon, keurig paltje. Ze zijn trots op je op Beveland. Bloemen, ballonnen, alles staat hier nog te wachten op die komende honderden deelnemers die we nog gaan verwachten. En we gaan zachtjes aan richting de kaart van 5 uur. En dat betekent dat we nog 1 uur hebben. Voor de deelnemers die genoteerd willen worden, maar hier hebben we de mannen die binnen de veilige tijdspassie binnenkomen. We onder andere de mannen 4, 56. Peter Bollebakker uit Koudkerke is een van de mannen die binnenliep. Maar er lopen er natuurlijk meer binnen en ook dames uiteraard nog. Jacqueline Baaiens is de dame. Jacqueline, ja dat zie ik, ja, aan die paardenstaart. Van links naar rechts, Jacqueline. Siska, je hebt al 1, 2, 3 bossen bloemen. En ik heb hier nog een dame voor je, die heeft nog een bosje bloemen. Even kijken, even kijken, even spieken. Hier op de rechterkant, ja daar is ja, die hoor. Ja. Ja, Siska, hoppa. Ah, Siska. Zeg het de bloemen. Dankjewel, Siska. Ja. Dank je. Is dat ook een huwelijksaanzoek? Zo, ik weet het, hè, jong. Laat je moeder het niet horen. Ja, ik rijd er niet tussen, mevrouw. Ik ben al op leeftijd. Toen ik witte was, toen ging dat nog. Meisje huilend op een steen. Huilend, huilend, helemaal alleen. André Nieuwenhuis uit Ierseke. Meisje lief. Céline Berkers uit Veertol, Wallonië, België. Tom Lutijn uit Vlissingen. La 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 la. Ja, dat was Henk Kasper. Ja, Juri kan ook schaatsen natuurlijk. Henk staat al lach aan de kant hier. Zijn duim omhoog. Diepe buiging voor de zoon. Je ook helemaal alleen. Ze keek naar hem, hij keek naar haar en ze lachten allebei. Oh, ja, even een huishoudelijke mededeling. De Rabobank, jongens, daar staat een auto geparkeerd en het hek is dicht. Is
is er iemand die meneer kan helpen? Maar hij is van de Rabobank. Die hebben hier niemand dan gegeven. Ja. Keurig jongens, proficiat. Pietje Klaasen uit de Groen. Dag Piet. Met de zonnebloemen. En kisten voor Benny. Benny, twee dames. In de ruil voor één zonnebloem, drie mooie kussen. Ja, Benny, hoor, zo was dat. Met die zonnebloemen, Theo. Ja, twee dames die gaan snel naar Benny toe. Ja, komt allemaal goed. Stichting Jane en Keuren, mannen en vrouwen, wat voor jullie lopen hier weer een van de dames. Ook zij loopt. Bij flitsen de wand van AB 56 uit Goes. En we staan hier bij Peter Rentmeester uit Ierske. Peter, nog 20 meter. Ja. Wat gaan we doen? Nou, ik weet het niet. Misschien heb ik toch al op. Was de survival toch zo te zien een beetje aan je arm gevallen? Ja, kramp. Vier keer kramp gehad. Heel veel vrijwilligers gelukkig die me hebben geholpen. En daar ben ik heel erg blij mee, want het was afzien met de grote A. De grote A, en dan wens ik jou succes. Ik denk nog 28,3 meter. Succes, Peter Rentmeester. Peter Rentmeester, familie van Kees Rentmeester toevallig of zo? Nee? Maar Piet, ja, de coureur. Ja. Piet-Jan Platschorre uit Kortgene. Kortgene, ja. Samen met zijn maat Theo de Bie, ook uit Kortgene. En met 516 zien we hier binnenkomen David Harwijnen uit Middelburg. André Kramer komt er achteraan met zijn kroost. Ja, André Kramer met vier van zijn acht kinderen. Kijk, hier hebben we nog zo'n uitloper, die heeft zijn medailles meegenomen. Ja, dat is een uitloper hoor, met 34, Theo, dat gaan we ook opzoeken. Sjaki Schipper. Sjaak Schipper, keurig Sjaki. Uit Groningen. En Willem van der Heijden, ook hij is binnen. De man uit Kieldrecht, waar hij moet kennen. Ik heb hem niet zien passeren, maar Willem is in ieder geval gepasseerd, hoor ik hier van mijn steun en toeverlaat. En daar is papa. Daar hebben ze ook staan wachten. Waar is papa, zegt hij. Niels van Dijken uit Vlissingen. Dan is het even stil in de Langstraat, in de Via Gladiola, waar morgen weer zoveel wandelaars hun opwachting zullen maken. Wat hebben ze hier nog teweeg gebracht, jongens? Schitterend. Ja, ik heb ook dorst, Theo, maar ik ga straks nog wel even drinken. Maar eerst kijken, de mannen nog binnenhalen. Een paar maanden geleden was ik... Nicole, hé, hey, daar niks keer. Hoe is het, vet? Geblesseerd, jongen? Net geval ook hier. Er hingen van die spandoeken boven de straten met micro in sukkerkoeien. Ken je die, Theo? Antonius van Welke, welkom Antonius. Diepe buiging. Een menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer... Tony heeft dan zijn tweestrijd met... Willem van der Plassen uit Zeeboldingen. Gilles heeft gewonnen. Gilles van Welke ook nog onderweg, de twee broeders. Dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee... 203, Serge Tulle. Hey, Serge Tulle uit Middelburg. Heb ik ooit nog wiskunde mogen doseren. Keurig Serge, maar toen woonde je in Schoonwijken. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik... Mario Lappers.
uit Dordrecht. Keurig Mario. En ook Jos komt binnen met de gladiool. Zit de gladiool met Jos. Ronnie Visser, Pony Visser, sorry. Uit Middelburg Pony. Dat was Jos Tolle met de gladiool. De meiden die mij eenmaal hebben gezien. En die schreef klopt. Meteen aan mijn voeten. Uit Schiedam. Vertelde. Meteen minstens 10. Stefan en Ingrid Tonjes van Fortuna. Maar dat geeft Laringen. Laringen, dat zijn viskoppen of zo daar. Harikoppen, zie je wel? Ja, ja. Vlaardingen, Fortuna Vlaardingen was vroeger een goede voetbalclub, dat is ook een atletiekclub natuurlijk, hè, Fortuna Vlaardingen. Michel de Maaltijde was vroeger de man van Vlaardingen, van Fortuna. Ja, dan krijgen we hier keurig dan met 3-1 en 70 op die brede borst, op weg naar zijn finish, luisterend naar de naam Stefan Koers. Uit München of Bergen-Gladbach. Bergisch Gladbach. Ik dacht München Gladbach, dat is wat bekender natuurlijk, maar het is Bergisch Gladbach. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Kijken, zien we nog steeds de streetlopers richting die finish hier. Ja, we hebben nog een klein uurtje. Een klein uurtje, ja. Krabbe. Dan gaan we de controle slijten. Waar we hier binnengekomen hebben van Alexander van Keulen. De voetbaltrainer. Mijn talent zou benutten.